Hey, goeiedag. Mijn naam is Tom van Dorst en binnenkort op de sessie van 11 oktober ben ik jullie coach, begeleider, facilitator in de sessie rond de basislaag van gezonde teams, namelijk vertrouwen. In de mail heb je gelezen dat we aan de slag gaan met de verschillende lagen, laag 1 en laag 2 van het model van Patrick Lencioni. En daarover zou ik jullie graag al een woordje uitleg verschaffen. Kijk, als ik je één tip mag geven over hoe Lencioni naar gezonde teams kijkt, dan is het als volgt. Lencioni zegt van dat er eigenlijk maar twee soorten van teams bestaan. Kijk, aan de ene kant heb je slimme teams. En die slimme teams die zijn vooral goed in operationele excellentie. Die zijn vooral goed in strategie. Die zijn vooral goed in financiële aspecten. En die zijn vooral operationeel dagelijks bezig. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant heb je gezonde teams. En gezonde teams, ja, dat zijn natuurlijk ook wel teams die dat bezig zijn met strategie en operationele zaken. Maar die dat buiten die zaken ook voldoende tijd investeren in de binnenkant van de teams. Namelijk de mensen zelf. Slimme teams en gezonde teams. En daarover gaat het model van Patrick Lencioni. Nu mocht je jezelf afvragen van oké, Tom, kijk, waarom is het model van Lencioni dan zo populair de laatste jaren geworden? Ook dat is eigenlijk eenvoudig uit te leggen. Want als je naar teams en organisaties kijkt, zeg maar 30 jaar geleden, dan zie je dat 30 jaar geleden teams en organisaties ene keer om de zoveel jaar door verandering gingen. Een nieuw gebouw, een nieuwe regio, een nieuw CRM-systeem, nieuwe producten of diensten, een nieuw aanbod, om de zoveel jaar. Nu, als je vandaag de dag naar teams en organisaties kijkt, ik moet het je niet vertellen, vandaag de dag zitten teams continu in verandering. De veranderingen volgen elkaar sneller en sneller op en worden complexer om vol te houden. Nu, mocht jij geld kunnen inzetten, zou je dat dan inzetten op die slimme teams of op die gezonde teams, om die verandering en die snelle verandering aan te kunnen? Ik zou alvast kiezen voor de gezonde teams. Hoe je gezonde teams juist vormt, wel daar gaat het model van Patrick Lencioni over. En hij giet dat in een piramide. En die piramide, de 5 lagen van die piramide, die licht ik met heel veel plezier kort toe voor jou. Zo, om te starten heb ik goed nieuws voor jou. Want ik heb namelijk een cadeautje. Een cadeautje dat je op de sessie van 11 oktober zal krijgen van mij. En dat is namelijk dit. Kijk. Iedereen van jullie krijgt deze kartonnen piramide van Lencioni. Zelf in elkaar te vouwen natuurlijk, maar die dient perfect als soort van inspirator, zeg maar, reminder om op kantoor te zetten en af en toe nog eens naar te kijken en te zeggen van oké, goed, op welke manier kunnen we in ons team verder werken aan de gezondheid van ons team. En het staat me ook toe van uiteraard de lagen heel kort voor jullie toe te lichten. Alles staat of valt met de basislaag, het fundament van gezonde teams, namelijk vertrouwen. In de sessie van 11 oktober gaan we daar dieper op ingaan. Namelijk, we gaan ons afvragen van waar komt dat gevoel van vertrouwen? Wat maakt vertrouwen? Wat kraakt vertrouwen? We gaan daar dieper op ingaan en jullie krijgen van mij dan een... Ja, je gaat het niet verwachten, maar er bestaat zoiets als een formule van vertrouwen. Die formule die krijg je op 11 oktober en daar gaan we mee aan de slag. Nu, in de piramide van Lencioni is er een bepaalde volgorde. Namelijk, we werken altijd van beneden naar boven. Je hebt eerst vertrouwen nodig voordat je naar de tweede laag kan gaan. En die tweede laag, dat wil zeggen dat gezonde teams respectvolle conflicten kunnen hebben met elkaar. Tom, conflicten kunnen hebben met elkaar? Ja hoor. Gezonde teams kunnen dynamische discussies hebben. Gezonde teams zijn in staat om dingen te benoemen en om niet alles in een soort van harmonie te laten gaan. Gezonde teams die durven elkaar ook moeilijkere feedback geven. Hoe dat je juist gezonde en respectvolle conflicten kan hebben als team, ook daar ga ik je zeker en vast wat tips
overgeven. Eén keer als die twee eerste lagen voldoende sterk zijn, dan begeleiden we teams in de derde laag. En die derde laag die gaat over teambetrokkenheid. Niet gewone betrokkenheid of persoonlijke betrokkenheid. Nee, het gaat hier puur over teambetrokkenheid. Persoonlijke betrokkenheid zou je kunnen omschrijven als de spits, ja, die van voor staat, probeert te scoren tegen de paal en buiten en vooraan wacht op een nieuwe pas. Er is een andere soort van spits, namelijk een spits die vooraan staat, die probeert te scoren tegen de paal en buiten en als de bliksem terug begint te spurten, omdat hij natuurlijk weet dat hij ook de eerste man van de verdediging is. Lencioni bedoelt de tweede soort. Dat is teambetrokkenheid. Niet voor je eigen winkeltje, maar voor het team. Ene keer als die derde laag voldoende sterk is, dan gaan we kijken naar de vierde laag. En de vierde laag wil zeggen aansprakelijkheid. Gezonde teams slagen erin om elkaar aan te spreken of elkaar verantwoordelijk te houden voor de afspraken die ze onderling gedaan hebben. En wat we merken is dat in vele teams eigenlijk dat al vrij goed lukt. Namelijk dat we in staat zijn om elkaar aan te spreken op resultaten bijvoorbeeld. Op bepaalde deadlines die niet gehaald worden. Op tijd komen, te laat komen. Dat lukt eigenlijk nog redelijk goed. Maar wat we merken is dat het heel moeilijk wordt wanneer we elkaar dienen aan te spreken op gedrag. Dat ligt nu voor ons, zeker hier in Vlaanderen, gewoon heel moeilijk. Aanspreken op gedrag. Nu, dat is net wat Lencioni zegt dat zo boeiend is. Want als jij zou kunnen kiezen, wat heeft, denk je, het meeste effect? Als we elkaar aanspreken op gedrag of op operationele resultaten? Lencioni kiest voor gedrag. Omdat we natuurlijk allemaal weten dat gedrag resultaten aanstuurt. Spreek je elkaar aan op gedrag, dan verander je resultaten. De vierde laag is in de vele teams, of in vele teams, de moeilijkste laag. Maar als je daar doorgeraakt, dan kom je in de vijfde laag terecht. En de vijfde laag wil zeggen, die dat by the way in de meeste teams goed ligt. De vijfde laag wil zeggen dat gezonde teams ook een heel duidelijk doel hebben. Ze hebben een vlag neergeplant, er is een bepaalde doelstelling, resultaatsgerichtheid, waarnaar heel het team naartoe kan werken. Ja. Vanuit onze Angelsaksische cultuur ligt die laag blijkbaar dan toch voor de meeste teams al positief. Eerste laag vertrouwen, respectvolle conflicten, teambetrokkenheid en daarnaast aansprakelijkheid en resultaatgerichtheid. Binnenkort, op 11 oktober, duiken wij al dieper in op de eerste twee lagen, de belangrijkste lagen, het fundament van het model van Patrick Lencioni. Ik hoop dat je nieuwsgierig bent. Ik kijk er alvast naar uit om jullie te ontmoeten. En ik zie jullie dan.